Ik zag een kuikentje dat bij zijn moeder zat. Onder haar vleugels, waar het veilig zat. Tegen regen, tegen zonneschijn. Hier zo wil ik bij u zijn. In de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen, wil ik schuilen. In de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen, o Heer. U bent mijn toevlucht, u bent mijn sterkte. Dagteksten van zaterdag 8 juni 2024. Psalm 27, vers 10. Al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Al hebben mijn vader en mijn moeder mij verlaten, toch neemt de Heere mij aan. Psalm 27, vers 10. Het leerwoord is gehaald uit Galaten 4, vers 14. Paulus schrijft, toch hebt gij de verzoeking die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of er tegen gespuugd, maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, als Christus Jezus. Paulus schrijft, toch hebt gij de verzoeking die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of er tegen gespuugd, maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, als Christus Jezus. Galaten 4, vers 14. Trouwe Heer en Heiland, u die wij Abba Vader mogen noemen, omdat u ons nimmer verlaat, ook al zouden onze vader en moeder ons in de steek laten. Wij zijn ervan overtuigd, net als de psalmist, dat u ons nooit in de steek laat. Ook al komen we tot u, als vrienden ons hebben verlaten, u bent onze hulp. Bij u zijn wij geborgen als de kuikentjes die bij hun moeder onder de vleugels schuilen. Zo mogen we bij u schuilen. Wat we ook gedaan hebben, we mogen steeds bij u terugkeren. En op die manier willen wij vanmorgen komen in die geborgenheid, in de wetenschap dat wij een trouwe vriend hebben die in de hemel woont. Een trouwe, liefdevolle vriend die ons zo lief gehad heeft dat u uw enige geboren zoon geschonken heeft. Onze Heere Jezus Christus die alles en daar ook alles op aardig in het werk gesteld heeft om ons voor eeuwig tot zich te trekken. En vandaar dat wij deze dag, het einde van deze week, bij u komen in dankbaarheid. Om alles aan u te geven, omdat de glorie van u is. U bent de opgestane Heer en de victorie is ook van u, omdat u de dood van zijn kracht ontroond heeft. En in die zekerheid, met die wetenschap, gaan wij vandaag de wereld in. Door uw geest te vragen om ons te leiden, waar we ook zullen zijn vandaag, dit weekend, om diensten aan u op te dragen, om lofgezangen tot u te zingen, om in gemeenschap met elkaar bij u te zijn, omdat we bij u willen blijven. In uw dienst willen we blijmoedig staan en wij vragen uw zegen over een ieder die diensten aan u zullen opdragen, die in uw naam wat dan ook zullen brengen om uw eer en glorie te geven. Geloofd en geprezen zij u, als wij een ieder mogen bemoedigen, zieken, bedroefden, zij die wanhopig zijn, dat ze bij u mogen komen en u mogen vragen
om genezing. En daarom pleiten wij ook voor een ieder, omdat we weten dat u een God bent die hoort. Een God die ziet en een God die ons omarmt. Heer Jezus Christus, wij danken u voor uw Heilige Geest die u in ons heeft uitgestort. Tot wie wij mogen roepen, omdat hij ons helpt. Omdat hij ons de woorden geeft die we mogen spreken. U bent er voor elke hulpeloze. U bent er voor elke jarige en vierende. U bent er bij een ieder die zuchtend en smekend hun weg gaan. Dat ze mogen weten, bij u is verlossing, bevrijding, genezing, hoop voor een toekomst met u. En wij zijn blij omdat we uitkijken naar die dag waar u terugkomt om ons tot u te trekken, zodat wij voor eeuwig bij u mogen zijn. Heilig ons, o Heer. U bent heilig. Maak ons tot nieuwe schepselen, opdat wij niet meer de fouten maken van gisteren, niet meer zondigen, maar met u opgaan met gejubel en gejuich, omdat u de Heer der Heren en de Koning der Koningen bent, die ons ontvangt op elk moment, die klaarstaat om alles wat we vragen in uw naam, dat we mogen weten dat het ons geschonken is, nog voor wij het vragen. En daar danken wij u voor, in de machtige naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen. Kleine